Goedemiddag, mijn naam is Bertus Kranenburg, wijkbeheerder van Wijkcentrum De Hoek. We zijn vandaag bezig in het kader van NL Doet. Mede zijn we gesponsord, eigenlijk is de hoofdsponsor is de Leeuw van Putten. Dat is onze maximale, die maximaal de huizen verhuurt, dat is 80% van de wijk De Hoek. Die worden verhuurd door de Leeuw van Putten. Nou, in samenwerking met wat gemeentemensen zijn we het plein aan het opleuken. Er is een leuk springkussen voor de kinderen. Alle activiteiten die er zijn in de wijk De Hoek, die worden nu op dit moment gepromoot. Vanmiddag komt ook nog het Chanticoor. We maken er gewoon een gezellige dag van. Daarbij hebben we nog een keer het straatje, het pleintje. Hebben we ook nog een beetje opgelekt met diverse leuke plantjes. Al met al hopen dat het een geslaagde dag is voor onze dagen in ieder geval. Dankjewel. Ja, nog even. Ik hoorde iets over een fornuis. Ja, oké. Ja, ook in het kader van NL Doet is de Leeuw van Putten, die wilde wat blijvends achterlaten. Die vroeg aan ons wat de behoefte was. Nou, wij koken voor senioren één keer in de maand. En we vonden het we zouden het fijn vinden om een elektrisch fornuis te hebben, want we hadden geen kookgelegenheid. Heeft de Leeuw van Putten ons een fornuis geschonken. En daarbij nog als bonus een stuk buitenverlichting. En daar zijn we ontzettend blij mee. Het zijn tenslotte toch gewone stervelingen. Blijf aan de muur, dat heb je nog altijd gedaan. Laat ze met rust, laat ze wonen in die wagen. De maatschappij heeft hen toch nooit geaccepteerd. Je hoort die mensen op zo'n kant toch ook nooit klagen. Ze zijn gehard, dat heeft het leven hen geleerd. Waarom moet een ander altijd over hem beslissen? En mijn wagens, laat de wagens nu maar staan. Het zijn tenslotte ook gewone stervelingen. Blijf uit de buurt, dat heb je altijd al gedaan. People in this country work hard every day. Not for fame or fortune do they strive. But the fruits of their labor are worth more than their pay. And it's time a few of them were recognized. Hello, Detroit auto worker. Let me thank you for your time. You work a 40-hour week for a living, just to send it on down the line. Hello, Pittsburgh steel mill worker. Let me thank you for your time. For the one who fights the fire, the one who brings the mail, for everyone who works behind the scenes, you can see them every morning in the factories and the fields, in the city streets and the quiet country towns, working together like spokes inside a wheel. They keep this country turning around. Hello, Kansas, wheat field farmer. Let me thank you for your time. You work a 40-hour week for a living, just to send it on down the line. Hello, West Virginia coal miner. Let me thank you for your time. You work a 40-hour week.